Het nieuws van Twente van vrijdag 21 december. Boer Jan wint de expeditie Robinson. En de Hengeloze horeca bereidt zich voor op kerstmiddag. Ik dacht, dat doe ik wel even. Viel wel tegen, want we moesten heel veel regelen. Goedenavond. De politie heeft 2 arrestaties verricht na een schietincident vandaag bij een metaalrecyclingbedrijf aan de Kanaalweg Noord in Vriezenveen. Er zijn daarbij geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het schietincident is. De omgeving van het bedrijf is afgezet voor verder onderzoek. Feest in Dijkerhoek. Boer Jan heeft expeditie Robinson gewonnen. Zo werd gisteravond duidelijk. Jan Bronnegreef streed op de Filipijnen tegen 6 andere onbekenden en tegen 14 bekende Nederlanders. Voor de 3e keer op rij komt de winnaar van het tv-programma uit het oosten van het land. Inmiddels is Jan al bijna 5 maanden weer aan het werk op zijn melkveehouderij, maar nu dus met een flinke ervaring rijker. We hebben heel veel mensen, sorry mensen, hebben we voor moeten liegen. En en totdat je gaat moet het absoluut geheim blijven. Jongens, boer Jan heeft gewonnen. Een eerste reactie. Ja, supermooi. Geweldig. Ja, heel spannend. In het begin, de puzzel ging hem niet zo goed af. Maar je ziet toch wel dat die enthousiasme, die motivatie voor me toch heeft geholpen. Om toch nu uiteindelijk de Robinson van 2018 te zijn. Nee, ik denk dat het volledig aan hemzelf te wijten is. En we zijn ontzettend trots op hem. De gemeente Enschede start binnenkort opnieuw met het tellen van bezoekers in de binnenstad. De tellingen vinden plaats door het opvangen van wifi-signalen van smartphones. De werkwijze leek eerder niet te voldoen aan de privacywet. Inmiddels is dit aangepast en blijven bezoekers anoniem. Maandag is het weer zover. Kerstmiddag in Hengelo. Voor veel mensen traditioneel dé manier om kerst met elkaar in te luiden. Wat ooit is begonnen als een feestje in een café, is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest bezochte evenementen van de stad. Horeca-ondernemers zijn druk met de voorbereidingen. Wat zijn de voorbereidingen nou geweest wat u heeft gedaan voor kerstmiddag? Nou, ik dacht, dat doe ik wel even. Viel wel tegen, want we moesten heel veel regelen. Vooral heel goed inschatten hoeveel drank je doet met de kerstkaarten. Hoe komen mensen binnen? De veiligheid natuurlijk. De brandweer is langs geweest. We hebben een tent achter aan moeten schaffen natuurlijk. En daar zijn we mee aan het opbouwen nu. Dus best wel veel voorbereidingen. Nou ja, daar gaat natuurlijk een kaartverkoop vooraf. Daar zijn we al mee begonnen uiteraard. Het gaat supergoed. Bijna uitverkocht. Uiteraard de dag zelf nog kaarten te kopen aan de deur een aantal. Verder de dag zelf. Alle meubels die hier in het café staan gaan eruit. Zodat we genoeg ruimte hebben om alle mensen te ontvangen. Maar ook dat er genoeg mensen ruimte is om die dag te kunnen staan en je toch lekker te kunnen voorbewegen. De kaarten die zijn altijd in de voorverkoop en die zijn eind november zijn die allemaal al uitverkocht. De meeste mensen weten ons dan wel te vinden. Ik maak er ook weinig reclame voor, omdat ik het toch wel specifiek voor mijn doelgroep wil houden. En eigenlijk, en elke horecaondernemer kan dat denk ik wel beamen. Als je enigszins kunt, dan moet je kerstmiddag altijd meepakken. Vooral voor een goede start van je bedrijf. En wat ik graag wilde is, met kerstmiddag kun je natuurlijk heel veel mensen kennis laten maken met je bar. Dus vandaar dat we gewoon koste wat kost, moesten we open met de kerst. Geen speciale act. Nee, wij hebben onze eigen DJ Rob. Die de wintertijd elke zaterdagavond bij ons draait. En die zal er dan die dag ook gezellig bij zijn. De artiesten dit jaar zijn Alex, bekend van de Bosje Rode Rozen. En Ronnie Ruijstijl van vroeger de Johnny's. En die brengen de sfeer er altijd heel goed in. Ja, dat is altijd top. Serviceclub Nomen Neschio in Almelo schenkt al 20 jaar lang kerstpakketten aan mensen die daarvoor in aanmerking komen. Dit jaar zijn het 232 pakketten. En de gezinnen die zo'n pakket krijgen, zijn er maar wat blij mee. Nomen Neschio is ooit ontstaan uit een samenwerking met Nolde Schepers van de Boodschappenman. Dat is al een hele tijd geleden, 1999. Maar vanaf 2004 is Nomen Neschio een groep mensen die allemaal een serviceclub in Almelo vertegenwoordigen. Voor wie zijn de kerstpakketten bestemd? Kerstpakketten dit jaar zijn bestemd voor 1 oude gezinnen met kinderen langer dan 4 jaar in de bijstand. En om hoeveel kerstpakketten gaat het? Het gaat dit jaar om 232 kerstpakketten. En in die kerstpakketten zit een standaard boodschappenpakket. Dus de echte boodschappen
die men dagelijks nodig heeft, aangevuld met een waardebon te besteden bij de HEMA. Die waardebon heeft een waarde van 100 euro. En anonimiteit is natuurlijk gewaarborgd. Ja, het liefst, u zult zeggen, u praat over anoniem en dan sta je voor de camera. Maar eigenlijk doen wij dit werk in bescheiden anonimiteit. En dan nog het weer. Vandaag een kletsnatte dag. Het is niet of nauwelijks droog geweest. Vanavond wordt het iets droger, maar morgen keert de regen terug. De hoeveelheid wordt wel minder. Van een witte kerst is ook dit jaar geen sprake. Bij de kerstdagen is het bewolkt, maar droog met een klein zonnetje en een graad of 6 in de middag. Tot zover het nieuws van vandaag. Zometeen op 1 Twente de Ballenverstand, Twente Breed en Rock'n'Roll Circus. Een heel goed weekend.